Hoe kan het nou dat we weten waar we gelukkig van worden, maar de hele tijd ons laten afleiden door dingen waar we niet gelukkig van worden? Hij is de blogger van het eerste uur, journalist, ondernemer, podcastmaker, uitgever, auteur en op zoek naar geluk in het leven. Een gesprek met Ersjean Fout. Welkom bij ZVD-TV. Misschien kijk of luister jij voor de eerste keer naar 7D-TV en weet jij nog niet eens dat er meer dan 1300 gesprekken te vinden zijn? Allemaal over ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Vind je dat onderwerp nou leuk? Abonneer je dan. Zit je op YouTube te kijken? Hieronder. Abonneren. En ben je aan het luisteren naar de podcast? Volg ons dan ook daar. Tijd voor het gesprek. Ernst-Jan Fout. Leuk dat je er bent, ernst Ja, vind ik ook. Leuk ja. terug te zijn. <laughs> ja, hè? dat is een tijdje geleden hè? dat je er eerder was. Acht jaar geleden. Acht zo. jaar geleden. Ach, ja. jongens. Uh, ik, ik noemde een heleboel. Hè? Journalist, blogger van het Eerste Uur, ondernemer, podcastmaker, samen met je vriendje Clupping, uh, uitgever, auteur. Waar ben je op dit moment het meest mee bezig? Op dit moment ben ik het meeste bezig toch met podcast maken. Dus ik maak iets van drie podcasts per week. Twee keer een aflevering van Podcast Over Media met Alexander. En ik maak een interviewprogramma met Jonge Jaren. Die interview ik mensen over de tijd van voor hun succes. Dus Eva Jinek voordat ze bekend was, bijvoorbeeld. Ja. Of een sterrenchef of Sergio Herman. Ja. En daarnaast hebben we een uitgeverij en die, dat, daar maken we boeken mee. Die boeken passen dan weer bij het onderwerp van uh, Pom dus dat beïnvloedt dan elkaar een beetje. Hey, en Pom, je zegt twee podcasts, dus je maakt er drie in de week. Ja. En dan liep jij net heel zo van zo, je maakt uh, 100 gesprekken per jaar, dat is twee per week. <laughs> maar je baas boven baas, je doet er drie. Ja, maar wel samen met Alexander. En dan eentje, eentje alleen, maar ik heb wel mensen die helpen in de redactie en, zo. en We maken het voor Podimo. Ja. En dat is wel echt een luxe. Dat zij, zij nemen dit af, waardoor ik er veel tijd in kan steken. Dus veel met uh, podcasten bezig, veel met uitgeven bezig. Um, doe je dat allemaal samen met Alexander? Is, dat, is het één bedrijf? Uh, ja. Nou. Heb je mensen in dienst? Eén persoon. Oh, ja. dat is te doen. Ja, we zijn allebei, zowel Alexander als ik, een beetje aan het bijkomen van hij van Blendel, ik van de Correspondent. Op een gegeven moment was ik correspondent. Toen, we, toen ik de laatste keer bij CVD was als correspondent, gewoon nog overzichtelijk. De, de, ja, journalistieke start-up. Ja. Maar op het einde was er een raad van commissarissen, een ondernemingsraad, redactieraad, journalisten houden ze ervan om zich te organiseren. Er werkte bijna 80 mensen en, en ik was daar de directeur en ik dacht van ja, ik denk niet dat mijn talent is om een HR-plan of een salarishuis te gaan ontwikkelen. Uh, en ik vond het best wel zwaar in die coronatijd en zo. Dus toen ik daar, ik heb toen een opvolg gezocht, dat duurde al negen maanden, Toen was ik daar, was ik daar weg, ben nog mm -hmm. aandehouder maar niet meer actief. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou voorlopig ga ik het klein proberen te houden zodat ik zoveel mogelijk tijd kan besteden aan het maken van podcasts, aan het maken van boeken, aan het schrijven. Ja, aan de dus inhoudelijke zo... kant eigenlijk. Ja. <coughs> ja, ik wil zo meteen wat meer over die uh, zowel inhoudelijke kant als ook over de businesskant praten. Maar je hebt ook een boek geschreven, of is het al af? Het is af. Het ja. is af. Wordt binnenkort maar... gedrukt. Wordt binnenkort ja. gedrukt. Het wordt gedrukt ook nog. Ja, ja, ja. ja, papieren boeken. Het is ongelooflijk, maar het verkoopt echt nog als een trein. Ja. Intentioneel leven. Uh, je bent daar vrij eerlijk in. <tacht> je beschreef dat je al... Uh, nou ja, dus je zegt net ook al... jong succesvol was. Het mannetje was mm -hmm. je. Uh, en je beschrijft dan ook op een gegeven moment... dat je dronken in de kroeg stond... toen je vriendin was uitgerekend... tijdens jullie eerste zwangerschap. Ja. Wat, wat zegt dat over hoe het toen met jou ging? Nou, niet goed. En uh, ik heb het opgeschreven. <tacht> want ik dacht, het is anders niet eerlijk... Als, oh. ik het, uh, als ik het niet noem. Maar ik schaamde er tegelijkertijd kapot voor. Mm. Ik had... Uh, ik groeide op in Alfa aan de Rijn en ik wilde eigenlijk altijd weg. Ik wilde tussenjaar in Amerika doen, mocht niet van mijn ouders, want die zeiden, je komt nooit meer terug. Waarschijnlijk hadden ze daar gelijk in. Maar op het moment dat ik daar weg kon en in Amsterdam kon gaan studeren, heb ik echt, uh, weet ik, probeerde al mijn dromen waar te gaan maken. En uh, dat waren dromen als bij NRC werken of een tijd in New York uh, werken. En dat lukte allemaal, uh, deels door, door geluk, deels omdat ik een zevenvinker ben, en deels door gewoon uh, hard werken. Alleen wat ik merkte is dat wat mij motiveerde in al die dingen was, niet zozeer van ik wil een betere journalist worden of zo, maar meer uh, ik wil populair zijn, ik wil, uh, ik wil aanzien, ik wil uh, geld verdienen. En uh, waar komt dat dan vandaan? Nou, ik denk omdat ik. Uh, uh, ik was niet zo populair op de, op de basisschool, de middelbare school als ik wilde, om het eufemistisch te zeggen. Dus ik denk, daar deels compenseren voor. Ik, als ik dan weet, veel bij de daar door zat, dan kon ik er na afloop van genieten dat ik dacht van nou, ...hebben die oude klasgenoten me Fuck weer you. moeten zien. Ja. Ja, ja. Maar dat is geen gezonde basis, denk ik, om, uh, om, om door te blijven gaan, kwam ik achter. Want uh, nou, ik was eind twintig toen, uh, toen mijn vriendin de zwanger was, van ons, inmiddels vrouw, van onze uh, uh, eerste kind. En dat was eigenlijk de eerste grote verantwoordelijkheid die zich aandienen... waar je je niet meer kan verschuilen achter die, die drijfveren als populariteit. En, en uh, ik bedoel, voor mijn werk net was dat prima. Lekker veel in de schijnwerpen staan, zorgen dat het bedrijf groeit. Dan merk je niet dat, dat, dat je eigenlijk een, een ongezonde basis hebt waar je op ver, verder bouwt. Als vader uh, werkt die systematiek niet. Nee, en ik raakte dus onbewust totaal in paniek toen zij, uh, toen zij zwanger uh, was. Met als gevolg dat je schijnt twee type, twee type aanstaande vaders te hebben. Eén type die. Nesteldrang krijgt en ik in de kinderkamer voorbereidt, en de andere die nog even de vrije jongen wil uithangen. Nou, ik was die laatste in het kwadraat. Mm. Met als gevolg dat ik, dus op die uitgerekende datum, uh, dat realiseer ik mij, ja, toen ik daar stond van: wacht, vandaag was de datum, en ik sta hier in de kroeg met mensen die ik amper ken. Mm. Weer een beetje aandacht te oogsten, wat ben ik hier in, in godsnaam aan het doen? En uh, twee weken later werd, werd onze zoon geboren, en ik kwam terug van vaderschapsverlof, en ik ben toen dat klinkt nu allemaal heel bedacht, maar dat gebeurde toen gewoon. Meteen toen ik terug bij de correspondent, een serie begonnen over zelfhulp. Dat was blijkbaar nou mijn mijn manier om te gaan gaan onderzoeken jouw hoe dit nou Dat Ja, ik ben ook wel in therapie gegaan en zo. Maar okay. ja, ik, ik ben ook, ik ben ook uh, gaan schrijven dat ik, weet, ik wilde wetenschappelijk onderbouwde zelf voor boeken gaan recenseren. En toen verkocht ik dan nog aan mezelf van ik vind het gewoon leuk om die boeken te lezen, maar achteraf kon ik plaatsen van nee, dat was gewoon mijn zelfonderzoek. Hmm. En je hebt er heel wat gelezen, hè? Ja, ik, ik ben de tel kwijt, maar meer dan 70 in ieder geval, ja. En wat is er, zo meteen naar je eigen boek, maar wat is, het, wat is er een rode draad te ontdekken in diezelfde boek? Want dat scheelt voor de mensen die nu zitten te kijken of te luisteren. En die misschien ook, <laughs> <Ja>. <laughs> ook net gisteren in die kroeg hebben gestaan. En denk: ja. oh wacht, ik kijk hem wel het een en ander. Is er nou wat rode draden te ontdekken? Ze gaan allemaal over hetzelfde. En dat is? Nou, je zei, ik heb er eigenlijk, uh, dus ik begon die boek te lezen. Ik heb heel veel mensen ook geïnterviewd. En op een gegeven moment heb je gewoon door iedereen... Herhaalt dezelfde onderzoeken. En als mensen hebben we eigenlijk best wel in die smiezen waar we gelukkig van worden. Als westerse, westerse mensen, de westerse onderzoeken zijn dit. En dat is het, als ik dat lijstje ga opnoemen, dan ga je ook niet zeggen: van... Oh goh, dat wist ik niet. Het zijn allemaal clichés. Dus tijd doorbrengen met dierbaren, uh, in een flow raken, uh, leven volgens je waarde, uh, geen geldstress hebben, uh, iets betekenen voor, voor een ander. Uh, niet te druk zijn. Nou, dat soort. Uh, dus uh, de, de tijd hebben om uh, dingen te doen die je belangrijk vindt. Ik denk niet dat hij iets tussen zat waarvan jij had gedacht... Zo, oh, eye opener Ja. En, maar al die, al die boeken die grijpen dus wel terug op die elementen. En wat ik merkte van. dan las ik zo'n boek en dan dacht ik. oh, nu ga ik het allemaal anders doen. Uh, ga ik ga mijn hele leven overhoop hoop gooien. Dan voerde ik heel drastische veranderingen door. En dan na twee weken was ik het helemaal zat en dan ging ik weer door met mijn leven. Dus op een gegeven moment kanker achter, ik moet gewoon. Uh, het zit er niet zozeer in wat ik weet. Het, zit, het gaat er meer in of om. Hoe kan je dit nou op een slimme manier toepassen? Hoe kan het nou dat we weten waar we gelukkig van worden? Want dit, ik, ik heb dit niet als enige. Maar de hele tijd ons laten afleiden door dingen waar we niet gelukkig van worden. Ja, en daar ook best wel veel. veel of onevenredig veel tijd in stoppen eigenlijk. Ja. <clears throat> ja. ja. Um, net, net zei, je, even tussen neus en lippen, zei jij. ja, het zijn allemaal westerse onderzoeken. Dat is best. Uh, raar eigenlijk. toen dacht ik oh een gemis. dacht ik even van heb je geen literatuur of dingen gevonden? Jitske Kramer is daar natuurlijk niet zozeer bezig met het geluk, maar die mm -hmm. die kijkt juist naar niet Westerse, die kijkt naar de hele wereld. Ja. was dat niet interessant geweest om te kijken wat dan geluk betekent in zeg maar echt andere culturen en andere ja, gebieden? heb ik wel gedaan, <coughs> heb ik wel ook gezocht veel over gelezen. maar wat ik niet, wat wat ik met dit boek wil bereiken is eigenlijk de mensen die normaal geen zelfhulp lezen. en vraag me over twee jaar of zelf of het gelukt is. maar de mensen die normaal geen zelfhulp lezen. voor hen een boek schrijven waar ze echt wat aan hebben. en alles wat hen kan afschrikken. Uh, dat heb ik geprobeerd. Uh, weg te laten. Dus ik had een hele hoofdstukken over zenboeddhisme. en mediteren en zou erin kunnen zetten. maar. Uh, dat, heb ik, dat heb ik niet gedaan, want dan ben ik bang dat het zweverig overkomt en dat die mensen die dat boek heel goed zouden kunnen gebruiken niet gaan lezen. De begrip, de, de dingen daarachter, die dus de, de principes achter boeddhisme of achter mediteren. Dan kom je toch alweer gauw terug bij die, bij die basisprincipes, die dan Westerse onderzoekers heel veel hebben onderzocht. Mm -hmm. Maar waar in, in de Oosterse leer bijvoorbeeld mensen intuïtief ook al meer ja. van wisten dat we dat ze ons dat gelukkig maakten. Is het ook een zevenvinker onderwerp wat jij hebt onderzocht? In die zin dat het eigenlijk al zoveel op orde is. dat je de luxe hebt om je met dit soort dingen bezig te houden? Ik denk dat dat. Kijk, je hebt die, dat hele beroemde uh, onderzoek van Maslow... de behoeftehiërarchie. Ja. En daar die is de geschiedenis ingaan als de, de piramide van Maslow. Mm -hmm. Dus dat je, je hebt allemaal behoeftes. En de, uh, het begint gewoon met veiligheid, eten. Ja, dak boven je hoofd. Ja. Ja. En op een gegeven moment ga je zorgen maken om erkenning van anderen. Ja. dan zelfverwezenlijking. En nou dat is zo'n piramide. Maar wat blijkt? Dat, dat suggereert dan heel erg dat je daar doorheen moet werken. Dus dat als je pas op de top, dat je pas richting die top komt, dat je, je dan zorgen kan gaan maken om betekent ik wel iets voor anderen? Of, mm. of, uh, of, of, of dat dus eigen je dankzij je uh, Eigen gemaakt. groei en ontwikkeling ja. en dat soort... Uh, ja. Maar die piramide bestaat helemaal niet. Mm. Maslow heeft het nooit over een piramide gehad. Uh, die, het hele idee, dat hebben managementconsultants er later van gemaakt... maar het hele idee dat je daar doorheen moet bewegen... omhoog naar de top, dat is helemaal niet zo. Het is geen lineair proces. Nee. Mm. Uh, dus uh, je kan ook al... Uh, ook al heb je niet alle zeven vinkjes... of heb je... Uh, is nog niet... Alles zoals je zou willen. Dan, hmm. Natuurlijk ben je dan nog steeds met zingeving bezig. En Natuurlijk wil je, ben je dan ook bezig met... met uh, wat, wat kan ik voor anderen betekenen. Hmm. Uh, dat gezegd hebben we Natuurlijk uh, ben ik een totale zevenvinker... en had ik de ruimte om hierover na te denken... omdat al het andere in mijn leven... Uh, het geluk heb dat dat allemaal heel goed geregeld was. Wat kan ik vinden in dat boek? Nou, wat ik heb, ge wat ik heb geprobeerd te uh, doen... is methodes te ontwikkelen. Hele eenvoudige methodes die je kunt toepassen waardoor je je niet meer laat afleiden... of minder laat afleiden van die dingen die ons gelukkig maken. Dat cliché rijtje wat ik net noemde. Mm -hmm. En um, omdat we in een wereld leven... die eigenlijk ingericht is op het, op het tegenovergestelde... Van die, van die geluksmakers die ik net noemde... Ja. worden we de hele tijd gestuurd naar gelukskrakers. Door, door reclames die zeggen dat we meer moeten consumeren... om gelukkig te zijn. Door sociale media die ons stimuleren... om uh, alleen maar de highlights met elkaar te delen... waardoor we allemaal chronisch jaloers op elkaar zijn. Wordt het de hele tijd... Door bijvoorbeeld maatschappelijke verwachtingen. Het cliché van de reunie van school: iedereen hoopt dan in een dikke auto aan te komen. Of als je op een familiefeestje kan werken, dat je bij McKinsey uh, of bij een feestje kan zeggen dat je op, voor McKinsey werkt of Heineken, dat je meteen instant aanzien hebt. Dat zijn allemaal van die scripts die we in onze maatschappij hebben, terwijl je misschien daar helemaal niet gelukkig voor wordt. Misschien ben je doodongelukkig in die baan waar je indruk mee maakt. Dus ik heb zeven methodes ontwikkeld, die noem ik vliegwielen. Dat moet ik misschien zo uitleggen. Maar die je telkens terugbrengen... Dat was mijn vervolgvraag. Ja, die, die, die de, telkens de, terugbrengen. de functie van de vliegwielen. Ja. Uh, die je telkens terugbrengen naar die geluksmakers. Oké. Okay. Even voordat je gaat uitleggen. Werken ze voor jou? Ja. Ja, want het is... Heeft je... het je leven veranderd? De manier waarop je dingen doet, keuzes maakt? Ja. Mijn, dus die, de, mijn oudste kind is inmiddels negen. Ja. Dus er zit negen jaar tussen dat die, uh, die dieptepunt en nu. En... Ik merk het nu bij het maken van dit boek. Dus nou, ik heb eerder een boek geschreven. Uh, toen was ik 24 mm -hmm. en uh, met de genante titel 'Sex, Drugs and Rock and Roll'. Nou, dat is dan mijn, uh, mijn jeugdzonde. En daar, daar voor dat boek, dat heb ik, dat heb ik geschreven. Uh, Eén keertje nog met de redacteur doorheen gegaan. En verder was ik alleen maar gericht op: kom ik hier mee op televisie? Komt het op stapels op de boekhandels? En nu merk ik. Kijk, natuurlijk hoop ik dat het dat het een bestseller wordt. Maar ik heb dit boek negen jaar lang herschreven. Tot, op het, tot de laatste twee jaar alleen maar herschreven. Ik heb er zoveel genoten. Ik ben nu met een vormgeven bezig om het zo mooi mogelijk te maken. Uh, ik voer er nu echte gesprekken over, zoals met jou, nu bijvoorbeeld. Ik merk dat ik nu op een zoveel diepere manier van geniet. Mm. En zodra ik merk dat ik dat ik bezig ben met uh, oh. Um, wat doet dit voor mijn aanzien of zo? Dan, dan betrap ik mezelf. Die denkfouten. En dan denk ik. Als je, dat, als je dat pad nu weer opgaat, dan gaat dat de kosten van de kwaliteit, maar nog veel belangrijker, dan gaat het de kosten van je plezier erin. Hm. Dus ik stuur mezelf de hele tijd terug naar die geluksmakers. Zijn er dan dingen die je daardoor hebt gelaten? Um, ja, ik denk. Uh, uh, ik, heb, ik laat me tegenwoordig veel minder afleiden door, door bijvoorbeeld social media. Vroeger dan, dan had ik. Sowieso nu veel te veel tijd in TikTok gestoken. Gewoon puur uit angst om iets te missen. Mm -hmm. Terwijl nu denk ik van ja, uh, de enige reden waarom ik daarop zou willen is niet omdat ik het uh, leuk vind of zo, maar gewoon puur omdat ik bang zou zijn bereik te missen. Mm. Nou, die tijd is allemaal in de inhoud van het boek gegaan. Mm. En uiteindelijk, denk, uiteindelijk heb ik daar meer plezier door, maar denk ik ook dat het boek er beter is geworden. En dan mm. komt het vanzelf wel mm -hmm. bij mensen die vervolgens dan voor TikTok-video's gaan maken. Kun je dat van die vliegwielen uitleggen? Ja, nou, mijn favoriet, die ik, uh, die ik ook al het langst gebruik, is uh, ontzettend zoetsappig. Dus een je schrap. Maar dat is een onderzoek wat ik tegenkwam. Uh, of meerdere onderzoeken die ik tegenkwam: naar, naar een, een hele eenvoudige gewoonte die die enorm helpt, Ieder, die eigenlijk voor iedereen een enorm verschil maakt in het leven, waar je optimistischer van wordt, tevredener, socialer, empathischer, minder jaloers, minder materialistisch, en je slaat er ook nog beter van in. En dat is elke dag drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Een van de redenen waarom ik in die kroeg stond op de dag dat me, mijn vrouw was uitgerekend, was omdat ik chronisch ontevreden was. Ik ben niet van nature een dankbaar mens. Ik ben alleen maar bezig, als ik een succesje had, alleen maar bezig met, oké, okay, uh, leuk, Next. leuk, we zijn bij de Daily show maar wat gaan we morgen doen? Of uh, leuk, we hebben uh, 60.000 leden van de correspondent, maar waarom zijn het er niet uh, 61.000? En deels is dat goed, deels is dat de kracht van uh, je wil meer bereiken, maar als je dus nooit, als je niet een feestje viert omdat je 60.000 leden hebt en met je team daarbij stilstaat of er echt even van niet, waar doe je het dan in godsnaam voor? Dan ben je dus, daar was ik dus gewoon altijd chronisch ontevreden. En dat is mijn natuurlijke staat van zijn. Uh, maar het blijkt dus uit het onderzoek dat je dankbaarheid. Dat, dat, dus dat je daar ontzettend veel aan hebt, dat het al die voordelen oplevert die ik net noem. En dat je dat ook kunt aanleren. Dat je dat zelf eigen kunt maken. Moet je het opschrijven? Uh, dat is wel het beste, ja. Al die onderzoeken gaan, uh, gaan over uh, het opschrijven en over het uitspreken. En, nou, dat vind ik wat anders. Ja. Dat vind ik namelijk. Want ik, schrijf, ik Jij bent natuurlijk in hart en ziel een schrijver. Mm -hmm. eh, tenminste, dat komt overal, zie je dat terug. Um, want ik ben super dankbaar. Uh, maar en, en ik uit dat ook op ik denk wel dagelijks niveau. Ik ben ja. echt, ik heb geen zeven vinkjes. Ik heb er maar vier volgens mij. Okay. Maar, uh, maar ik ben misschien daardoor wel. Maar ik ben echt super uh, gezegend, eigenlijk met ja. alles wat ik heb. En ik spreek dat heel vaak uit. Naar mezelf, uh, naar mijn, mijn dierbaren en zo. Maar ik, ik voel niet de behoefte om dan, zeg maar oh, dan moet ik als het schoolopdracht. Dan gaat het bij mij gaan de hakken al meteen. Dan denk, ik, oh ja, ja, dan moet ik s'avonds voordat ik naar bed ga, moet, moet ik weer drie dingen opschrijven. Nou, je, hebt dan, je hebt dan vier vinkjes, maar je hebt, dan, uh, je hebt dan een niet bestaand vinkje waar ik dan waar ik dan best op ben, namelijk dat jij van nature een dankbaar mens bent, ja. en dat is een soort superkracht. Ja, 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 ja. En ik heb dat niet en heel veel mensen met mij hebben dat ook niet. Ja. En uh, als je dat dus niet hebt, dan, en ja, ik ben, ja, dan kun je, ik ben, je daarin oefenen. Ja, en dan gewoon een paar. Het is niet die uh, eindeloos veel schrijven, het is gewoon even opkrabbelen. Ja. Dus gisteravond hadden we een POM live event. Toen heb ik heb opgeschreven dat ik dankbaar was, s'avonds voor slaap gaan. Dat ik er lukte om gewoon de hele avond ervan te genieten. Mm -hmm. en, uh, en dan moet je daarna zeggen uh, waarom je er dankbaar voor bent zodat je echt internaliseert van waarom waarom dat nou, zo da waarom dat nou mm -hmm. uh, uh, iets is waar je dankbaar voor bent. En ja. dat is al, Omdat ik vroeger deed dat soort events uit angst. Van als ik maar niet afga. En als ik maar zo scherp mogelijk doe. En nu is het me dus gelukt om gewoon lekker te genieten. Mm -hmm. Waardoor het een veel leuker event was. het ja. ja. van mensen omheen. Me ja. Dus uh, daarom uh, en als je schrijft dan um, schrijven, dwingt je ook om eerlijk te zijn. Dus als je als je spreekt, dan. In dit interview heb ik waarschijnlijk een paar argumentatiedingen gezegd die niet helemaal kloppen. Mm -hmm. En daar daar kom je als pratende kom je daarmee weg. Mm -hmm. Maar als je het opschrijft dan mm -hmm. zie je dat. Mm -hmm. En zo is het in het kleine ook als je met dankbaarheid als je dan opschrijft waar je dankbaar voor bent dan moet je dus echt nadenken en eerlijk verwoorden waarom je er dankbaar voor bent. Maar dankbaar kan ook klein zijn toch? Heel klein. Ja. 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 Dat je zeg maar, een glimlach hebt ontvangen van iemand die je hielp met oversteken van de zebrapad bij ja, ja, ja. En uh, zolang je maar specifiek bent en ook echt dankbaarheid voelt. Als je het geluk hebt dat je gezond bent en elke dag opschrijft dat je gezond bent, waardoor je op een gegeven moment die dank dankbaarheid niet meer voelt, mm -hmm. dan werkt het niet. Je moet wel uh, specifiek proberen te blijven. Oké. Okay. Hebben we meer vliegwielen? Uh, ja, zeker. En, en een ander, die vind ik, ja, daar begin ik mee. Die is in de zekere zin het toegankelijkst, maar ook een van de moeilijkste, namelijk. Uh, we weten allemaal dat je van, als je een flow raakt, dat je daar, dat, dat een gelukzalig gevoel. Hebt. Ja. Dat is een onderzoek van Mihaly een man die in de jaren 40 geboren werd, in Kroatië in de Verenigde Staten ging wonen. Daar onderzoek ging doen naar wat maakt ons gelukkig. Vroeg het over de hele wereld, dus niet alleen in de wester, westerse wereld, maar ook aan schaapsherders in, in Mongolië, vroeg hij van. Waar word je gelukkig van? Wanneer voel, nee, wanneer voel je je gelukkig? Mm -hmm. En allemaal omschreven ze iets wat, wat je kunt mm -hmm. noemen als een staat van flow. Maar um, daar komen we steeds minder vaak in. Uh, ten eerste door afleiding, dus gewoon door notificaties, doordat we al op werk met z'n allen op een hoopje zitten mm -hmm. in, een in een kantoortuin. Maar ook thuis, als we eenmaal thuis komen, de meeste van ons, ik ook, willen dan het liefst zoveel mogelijk comfort en gemak. Dus eet even gechargeerd. Eten bestellen. Op de bank opeten. Netflixen en gaan slapen. En tussendoor 6000 keer je Instagram checken. <laughs> of TikTok. En um, daar raak je dus niet in de flow van. Want ChicksetMia maakt een onderscheid tussen eigenlijk twee soorten, uh, uh, twee soorten ingrediënten. Je kan je laten afleiden met je aandacht. Of je kan je aandacht bewust ergens voor, uh, aan besteden. En bij dat laatste ervaar je dat geluksgevoel. En ons. Onze consumptiepatronen zijn bijna allemaal op afleiding uh, uh, ingericht. En dan voel je dus geen... Als je, die, als je dan, weet ik veel, B&B voor kijk kijkt... dan misschien heb je het naar je zin... maar je voelt niet die diepe staat van geluk die een flow oplevert. Mm. Uh, dus wat ik probeer s'avonds uh, of buiten mijn werk om... is ook in een flow te raken. Dus iets te doen waar ik, waar ik echt een diepe voldoening door ervaar. Het kan een heel goed gesprek zijn. Het kan uitgebreide maaltijd koken zijn. Uh, dat kan, uh, weet ik veel, een spel met elkaar spelen zijn. Het kan een hobby beoefenen zijn, weet ik veel, gaan schilderen of zo. Mm. Uh, maar om dat te doen, het, het verneukeratieve aan hoe, hoe wij als mensen in elkaar zitten, is dat zoiets doen, zoiets waardevols doen, dat kost heel veel moeite. Wij zijn voor een oorsprong zijn we zo ingericht dat we moeite willen vermijden. We willen geen energie verspillen, want dat hadden we vroeger nodig voor de jacht. Dus onze hersenen hebben, hebben helemaal geen zin om die waardevolle activiteiten te gaan doen. We maken onszelf wijs dat we niet in de stemming uh, ervoor zijn. Maar zodra je over dat, door dat punt heen gaat, zodat je uh, eigenlijk zegt van... nee, ik ga wel bijvoorbeeld nu schilderen vanavond. Mm -hmm. Ook al ben ik moe, ik ga niet Netflix, maar ik ga schilderen. Mm -hmm. Zodra je dat hobbeltje bent overgestapt, merk je dat je een zoveel... Ja, zoveel meer voldoening en zoveel fijnere avonden uiteindelijk hebt, die echt op een ander niveau iets voor je betekent. Heeft. Dus dat hobbeltje overstappen, dat is een van de vliegwielen. Ja. Zodra je dat hobbeltje gaat herkennen en zodra je daar overheen stapt, wordt het steeds makkelijker om er overheen te stappen. Maar dat is ook de weg van niet de weg van de minste weerstand kiezen. Dus ja. Ja. ik herken dat zelf. Ik ben geen sporter. Mm -hmm. uh, ook contrair eigenlijk ben intrinsiek eigenlijk gewoon nul gemotiveerd om te sporten. Zijn niet zeggen. Je nee, je, ja, nee om, <laughs> ja, nee, nou, dat komt omdat ik zo'n semi zeg maar niet zo dik ben. Maar, uh, maar ik vind wel dat ik moet sporten. Ja. Yeah. Uh, dus ik zwem nu twee mm. keer. Want sportschool, dat is het. Ik heb alles geprobeerd. Dus ja. ik ben uiteindelijk op zwemmen uitgekomen. Ik heb les genomen. Oh, dus, dus ik kan nu boskrollen. Ja. Dat heb ik in een jaar geleerd in met een trainer. Uh, en nu ga ik twee keer in de week. En dit sluit tenminste, Ik moest de hele tijd aan het denken. Want dus en die hobbel. Ik moet Elke keer over die hobbel, want ja. alles in mij roept fuck it, weet je, kan nog niet gaan. Ja, <laughs> dus ja, ja. Ik heb er geen zin in. Uh, en het moment dat je gaat en je springt erin, en ik weet, ik ga 40 baantjes doen. Ik doe twee keer in de week 40 baantjes. Aan wow. het moment dat ik erin spring en ik ben begonnen, dan ben ik nu inmiddels, en de, dat klopt precies wat jij zegt. In het begin was het risico dat ik die 40 baantjes niet ging doen veel groter. Hmm. Nu is die eigenlijk niet heel. Ja. Want het is nu. Een, en dat is een flow. Want op een gegeven moment ja. zit ik erin. En dan, dan kom ik gewoon in die soort van ja, ik weet het inmiddels hoe het werkt. En ik ga die 40 baantjes gewoon doen. En het gevoel na die 40 baantjes, is elke keer weer een piek. Dus elk, elke keer weer dan loop ik dat kleedhokje ja. in. En denk, wauw. Ja. Zo van Jang, yeah, dan ja. heb ik het weer gedaan. Ja, dus je dus, wordt ervoor beloond. Ja. En waarschijnlijk voel je je ook beter en ja, ben je fitter. En, ja. dit, en dat wil je ook niet kwijt gaan raken. Dus daardoor wordt het hobbeltje wel. Ik bedoel, het hobbeltje voelt nog steeds elke keer groot. Nee, ja, precies, maar wij zijn dan in het begin. Absoluut. Ja, absoluut, ja, ja dus ja. dat is het friegel-effect. Dus het de hobbeltje. ervaring om het hobbeltje te nemen, zeg ja. maar, die groeit. Ja. Waardoor het makkelijker wordt. Ja. ja, grappig. En ik heb de flow als ik aan het werk ben. Kan dat ook, dat je in de flow komt in je werk? Zeker. Of mag dat niet. Ja, dat mag ja, wel. Hè? Nee, absoluut. Ja, nee, kijk, als mensen die tegenwoordig in de flow raken, dan is het vaak op hun werk. Mm -hmm. uh, het is moeilijker om het daarbuiten buiten een flow te vinden, omdat onze vrije tijd tegenwoordig allemaal op afleiding is ingericht. En dan raak je dus minder snel in de flow. Maar ja, ook op werk is flow natuurlijk wel een beetje in gevaar. Omdat, door, nou, doordat we de meeste kantoren van die, van die uh, kantoortuinen hebben. waardoor mm -hmm. je steeds mm -hmm. afgeleid wordt. Mm -hmm. een gemiddelde kenniswerker verlegt uh, elke 42 seconden zijn of haar aandacht. En mm -hmm. um, dan moet je nou heel lang inkomen. of voor je weer echt geconcentreerd bent. als je daar überhaupt de kans voor krijgt. En we hebben natuurlijk al die notificaties die, die door ons eruit halen. Ja. Um, dus wat, wat ik. Een, een eenvoudige gewoonte die, die ik probeer is. In ieder geval drie ochtenden per week. Te de, uh, geen, niet te beginnen met e-mail, niet te beginnen met zakelijke chat, maar gewoon naar mijn kantoor te gaan en één waardevol iets te gaan doen waarvan ik weet dat mijn werk verder brengt, waarvoor ik echt concentratie nodig heb, ja. want ik dan, waar ik uitstelgedrag voor ga vertonen. Mm -hmm. Als ik dat daaraan begin, dan, uh, dan raak ik in die flow en krijg ik ook veel meer gedaan en dan ervaar ik ook meer geluk. En notificaties even weghouden, dus ja. lees voor mij praat even de mobiel gewoon ja. wegleggen. En, uh. En ik heb dan geen manager, maar ik weet van, van mijn vrienden met, met wie ik en lezers... met wie, wie ik het erover gehad heb, dat je als je dit aan met een manager bespreekt: van volgens mij kan ik veel meer gedaan krijgen als ik drie keer per week begin met een waardevolle taak. En om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat ik niet meteen Slack op moet en mijn e-mail op moet. Negen van de team managers zeggen dan. Tuurlijk, ga maar doen, want dan lever je meer op. En die 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 het niet doet, dan dat is denk ik ook een teken dat je op de verkeerde plek zit. moet wiebren. Ja. ja. Uh, nee, dat is mijn voordeel natuurlijk als dagvoorzitter, want daar kom ik altijd in de flow. Mm. Maar dat is op het podium. Ja. En dat is natuurlijk nul distraction, want dan ben ik alleen maar lees een panelgesprek van een half uur. Dat zijn mijn flows. Ja. Want dan zit ik Alleen maar in een moment. Dan alles, is er, staat dan. alles staat aan. Ja. Alles staat aan. Alle voelsprieten staan aan. Je hebt het voorbereid. Je bent aan het rollen. Dan denk je niet na aan iets anders. Ze zijn. Er is helemaal niks. Ja. Er is alleen maar die flow. Dat is natuurlijk de mazzel van dat soort werk. Dat ja. De mazzel. Dat is het, het geluk van dat soort werk. Ja, Maar ik denk dat je dat ook kan bereiken als als je, weet ik veel, een, een marketingplan moet schrijven voor voor je bedrijf. Eens. En daar echt ja, echt eens. goed over na moet denken van wat kunnen we echt doen dan raak je ook in zo'n flow. Ja, eens. Ja. Uh, missen we nog dingen? Want we moeten het uiteindelijk ook nog gaan lezen. Want dat ja. we niet het hele boek al hebben gehad. Maar heb je nog ja. iets? Want daarna wil ik het nog even over het professionele uitgeefvak en mediavak met je hebben. Want dat vind ik ook beer interessant. Want je bent fan van Substack. Ja. Uh, dus daar wil ik ook alles over weten. Ja. Uh, ook eigen belang, kijken of ik daar met CVD's mee moet doen. Mm -hmm. uh, maar heb je tot slot nog iets uit het boek wat we moeten meenemen? Nou, het belangrijkste hoofdstuk is het laatste hoofdstuk: het is, dat is het vliegwiel herinner jezelf aan je waarde omdat um, de, de wereld waar wij leven zo ingericht is, ja. om je telkens van die waarde af te brengen, is het denk ik heel handig om manieren te bedenken om jezelf aan die waarde te herinneren. Dus Angela Merkel had, had altijd op haar bureau, toen ze bondskanselier was, een, een plexiglas kubus staan met uh, in de kanten lichte kracht erop uh, op, uh, getekend. Ik uh, ging Elizabeth Gilbert interview van Each Pray Love, en die had dan op haar, had op haar polsen dan compassie, bijvoorbeeld getatoeëerd Ryan Holiday. Die al uh, van die beroemde marketingboeken schrijft, die heeft Ego is the Enemy, hier op getatoeëerd. Volgens mij Jochem Meijer heeft ook, ook een, een, een Latijnse spreuk om zichzelf aan dankbaarheid herinneren. Ja, ja. Het zijn extreme voorbeelden. Ja, dus dat ja. heb je lijf tatoeëren, ja. maar het is wel slim. Uh, en ik uh, noemde in dat boek één oefening waarvan ik hoop dat mensen die sowieso gaan doen, dat is namelijk het schrijven van een persoonlijk manifest. Mm -hmm. dat is een document dat eigenlijk de grondslag ligt aan alles wat je doet dan beg je begint zo'n manifest met opschrijven wat de rollen zijn die je in het leven hebt. Dus in mijn geval bijvoorbeeld uh, vader, media-ondernemer. Um, nou, zo kan je een beetje doorgaan, weet ik veel, vrijwilliger. Uh. Mm -hmm. En vervolgens ga je per rol bedenken wat de waarden zijn waar je naar nou wil leven. Uh, als vader wil ik, vind ik aandachtigheid bijvoorbeeld belangrijk, aanwezigheid. Dat ik, er, dat ik er echt ben en niet, uh, niet stiekem uh, mijn laatste tweets zitten checken als ik bij mijn kinderen ben. Um, nou, dan maak je het al wat concreter, mm -hmm. dus die heb die waarde, maar vervolgens alleen de waarde aandachtigheid hebben is niet genoeg, dat, dat vergeet je weer. Dus vervolgens ga je in zo'n persoonlijk manifest opschrijven welke gewoonten bij die waarde horen en dat probeer je in een soort scenario te omschrijven. Dus mijn, een, de, een gewoonte die ik kan opschrijven is als een van mijn kinderen vraagt of ik kom spelen, zeg ik altijd ja. Ja, Ook die vond ja. Wij ja. zijn zo snel geneigd om nee te zeggen. Ja. ja. Nou En dat, dat, gewoon door het zo concreet te maken, lukt het me dus om beter aan mijn waarde te leven. Ja. Uh, en zo manifest gaat nog even door, maar dit is denk ik dat belangrijkste gedeelte. Het is heel goed voor jonge vaders of moeders, die inderdaad zo'n kind die dan voor de derde keer dacht. ja pa, dat zullen we spelen, dat je zo'n dief... Nee, nee, nu niet. En dan, ja. ik weet nog dat een van mij op een gegeven moment maar waarom niet? Ik, ja, dat ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> ja. Dus ja, ja. Oké, okay. is het een dik boek? Nee. Nee, bewust niet. Nee, ik, uh, toen, ik had toen ik het eerste manuscript af had, dat was uh, anderhalf jaar geleden of zo. Toen was het iets van 60.000 woorden. Uh, nou, Dat is ongeveer zo'n boek. En toen ben ik dus twee jaar uh, of een anderhalf jaar lang gaan herschrijven. En nu is het 35.000 uh, woorden. Dus oh, ja, dat je het in drie uur is mijn intentie nou, is het er een, heel ja. goed. En daarna uh, omzet in actie. Ja. Is de doelgroep millennial of is die breder? Nee, het is, wel, het is wel echt breder. Het is eigenlijk voor iedereen die zich te druk voelt en meer naar zijn of haar waarde wil leven. Ja. Uh, dus dat kunnen ook uh, Gen-Z'ers zijn, maar ook Gen-X'ers. Ja, heel goed. Boomers ook? Boomers ook, ja. ja. Uh, Substack, uh, media, uitgeven. Uh, we kennen elkaar al een tijdje, nou niet supergoed, maar we kennen elkaar uit het vak al best ja. wel heel lang. Dus uh, waanzinnig veel veranderd. Jij noemt nu Podimo, uh, je doet podcasts, uh, je geeft boeken uit. Wat is de rol van Substack daarin? Nou, één ding wat mij begon op te vallen in, in nou ja, al hoe lang zit ik nu in de media? 16 jaar of zo. Is uh, hoe makers eigenaarschap verwaarlozen. En uh, ik heb uh, toen met, de, toen de correspondent begon, heb ik meegemaakt hoe het is om heel afhankelijk van een platform te zijn. Daar heel veel aan te danken te hebben en dat het dan wegvalt. Dat het platform was Facebook. Dus de correspondent lanceerde in september 2013. Dat was ook de tijd dat Facebook met haar nieuwsfeed dacht van we gaan, uh, we gaan ervoor zorgen dat we mensen zoveel mogelijk nieuws via ons gaan lezen. Want Twitter kwam toen heel erg op, werd mm -hmm. echt een serieus, kan je, je niet meer voorstellen, maar een serieuze concurrent van Facebook. Mm -hmm. en, en Twitter werd gebruikt voor nieuws, dus toen dachten ze bij Facebook, oké, okay, let's dial up the nieuws. we gaan heel veel nieuws daarin gooien. Met als gevolg dat als wij een linkje deelden op Facebook... Dat dat gratis naar honderdduizenden mensen werd gepusht. Rutge Brechtman is groot geworden met Facebook. Zijn artikelen werden eh, soms wel een miljoen keer gelezen, omdat Facebook ze maar bleef doorpushen. Het waren ook hele goede artikelen, anders mm. hadden mensen ze niet aangeraden. Maar eh, daar werd gewoon zo'n gigantisch gratis bereik achter gezet. En opeens was dat weg. Algoritme change. En ja, like. ja. en je, je, de, je zag dan in onze bezoekers, uh, bezoekersaantallen zo. Een, nou, een soort ski-helling naar beneden, en dat was voor mijn zoon aha-moment. Ik dacht van ja, dit, dit, was een, dit was een geweldige tijd. Maar en we hebben gelukkig bij de correspondent toen heel erg ons best gedaan om de, al die bezoekers om te zetten in leden. Mm -hmm. Maar dan nog steeds was het enorm confronterend hoe afhankelijk wij waren geworden van Facebook. Ja. En toen ben ik eigenlijk begonnen met er gewoon nieuwsbrieven aanleggen voor alle correspondenten, maar ook, ook voor. Mezelf. Gewoon owned media, echt. Owned media, ja. zorgen dat je die mailadressen hebt. Dat is eigenlijk gewoon een hedge tegen die, tegen die onzekerheid van sociale netwerken. Mm -hmm. En ik kan met verbazing kijken naar... Zo, bijvoorbeeld een heel iemand, Marcel van Roosmalen... heeft een enorme op, opmars gemaakt de afgelopen vijf jaar in de media. Maar de beste man heeft volgens mij nul e-mailadressen. Hij is nog steeds afhankelijk van... Van uh, tv-programma's of tv-producenten die hem, die hem inhuurden. Dus hij heeft allemaal een, een podcast uh, die heel groot is, maar die is afhankelijk van hoe Spotify en Apple Podcasts die doorpompen aan hun publiek. Hij heeft geen enkele manier om mensen rechtstreeks te benaderen. En ik noem nu hem even als voorbeeld, omdat ik hem goed ken en veel meer over heb gehad. Ja. Maar er zijn natuurlijk talloze makers die afhankelijk zijn van uh, platforms die je uh, elk moment. Je toegang kunnen ontzetten. Ja, je bouwt je vast goed op gehuurde grond, zeg je dat ooit tegen mij. Van, en als de, de eigenaar van de grond iets anders doet, dan is het wegbeelding. En ja. is het klaar. En Substack is anders wat dat betreft. Nou ja, ik begon dus met die nieuwsbrieven opbouwen. En dat was in het begin echt. Wat doen? is Substack? Even voor de mensen die ja. zitten ja. Te kijken oh ja, denk ik van. Ja. Substack is een nieuwsbriefplatform. Zo is het begonnen, althans. En zij proberen, hun, hun slogan is dat ze een economic engine achter, voor creators proberen te zijn. Oké. Okay. En wat zij dus willen is dat je het begon gewoon als straightforward nieuwsbrief service. Mensen konden zich met hun e-mailadres abonneren. Dan kreeg je e-mailtje e uh, van zo'n nieuwsbrief waar je op geabonneerd had. En nu zijn ze langzaam zich aan het ontwikkelen als sociaal netwerk. Ik wil maar zeggen, het is het platform het worden hè? met ja. korte berichtjes en longform content. Ja, video en, ja, uh, maar met het nog steeds als basis dat mensen hun e-mailadres bij je achterlaten de dag dat ze dat afschaffen, ben ik weg. Ik el, elke subscribe onder een artikeltje betekent ja. je zegt, je zegt je e-mailadres en die maar van wie is dat e-mailadres dan? Van ons allebei. Dus Aha. van Substack en van mij. Oké. Okay. Elke maandag heb ik een reminder in mijn agenda de export je uh, e-mailadres just in case. Ja. <laughs> ja. En waar wat nu zo geweldig ah. aan Substack is, is dat ze dus ze, ze zorgen ervoor dat ik nog eigenaar ben, maar verder passen ze al die voor de, al die dingen die, die sociale media zo goed maken, namelijk de algoritmes die ervoor zorgen dat jouw artikelen of, of jouw video's bij andere mensen terechtkomen die je nog niet kennen, dat zit er ook allemaal in. Uh, dus uh, mijn nieuwsbrief wordt aan talloze mensen die mij nog niet kennen uh, ook aangeraden. Dus ik zie daar, ik weet nog wel dat ik, ik had dus mijn nieuwsbrief gewoon bij Mailchimp, dat is gewoon zo'n service die je inhuurt. Ja. En ik, dat substack dat had ik al sinds 2018 op de korrel. En toen twee jaar geleden dacht ik, nou. Ik kan me nu niet langer inhouden. Ik ga gewoon eens mijn nieuwsbrief dubbel posten op Substack. Kijken wat er gebeurt. En ik deed daar verder niks. Ik, ik, ik deed niks met die linkje. Ik stuurde dat niemand door. En ik zag dat ik daar binnen een paar maanden duizend abonnees had. Gewoon puur door het netwerkeffect van, van Substack. En daar, dat, dat ze hebben alleen maar meer functies geïntroduceerd die dat aanjagen. Dus om een voorbeeldje te geven. We hebben nu met POM hebben we vier Substack nieuwsbrieven. Dus ze hebben... Mijn persoonlijke substack, Alexander heeft een persoonlijke substack, um, Pom hebben een substack, en we hebben AI Reports. Dat is een, een nieuwsbrief over AI. En wat je kunt doen, is je kunt je, je kunt anderen nieuwsbrieven aanraden. Dus als mensen bijvoorbeeld lid worden van AI report kun je, komt er daarna een substack schermpje in beeld en dan staat, oh, wil je misschien ook de nieuwsbrief van Alexander, van Ernst-Jan en van Pom lezen. Dus... Daar, nou, over vliegwielen gesproken, daar krijg je dus een enorm vliegel-effect. Want mensen komen via allerlei verschillende manieren bij die vier nieuwsbrieven terecht. En elke keer als ze dan besluiten van zo'n nieuwsbrief lid te worden. krijgen ze ook meteen onze andere drie nieuwsbrieven te zien. Dus al, alle inspanningen die wij verrichten voor, uh, voor bereik. daar hebben al die vier entiteiten profijt van. Nou, dat gaat nu zo ongelooflijk hard. Uh, want er is elke elk keer wel één van die vier uh, staat er in de aandacht. Hmm. Mensen kijken hiernaar, gaan zich misschien inschrijven voor mijn nieuwsbrief, hoop ik van harte. Nou, dan vervolgens is de kans groot dat ze ook even Pom of Alexander meepakken. En er zit monetization-functionaliteit ook achter, hè? Van, ja. van, van, hoe werkt dat? Uh, je kan uh, betaalde nieuwsbrieven aanbieden. Dus een okay. AI-report verschijnt twee keer per week. Belangrijkste AI-nieuws op dinsdag en donderdag. Dat is gratis. Yeah. Maar er zit er een knip in die e-mail. En dan staat er: uh, Wil je ook de tips en tools hoe je AI voor je eigen gewin kunt inzetten? Betaal. En dat kost 12 euro per maand. En dan krijg je dus uh, twee nieuwsbrieven per week voor 12 euro per maand. Ja. Dat is serieus. Ja, en dat doen mensen. Ja. <coughs> uh, we zijn nu net begonnen. We hebben nog geen marketing gedaan. Het is allemaal organisch. Mm -hmm. En we zitten nu op uh, 5000 gratis abonnees en 300 betaalde abonnees. Nou, 300 keer 12 euro. We draaien nu break-even met een, met een kleine redactie die we. Ja. Die, die nieuwsbrief schrijft. En we hebben nog niks aan marketing gedaan. Wie zit er achter Substack? Weet je dat? Uh, ja, het is, uh, het is opgericht door Hemers uh, McKenzie. En die heeft een gigantische hoeveelheid uh, visie uh, geld opgehaald. Dat vind ik jammer, want dan. Ik, we, ik realiseer me dat dit eindig is. Ik heb niet voor niks. Elke maandag die reminder in mijn agenda. Maar ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt voordat de. En certification. Uh, ja. van het platform serieus doorzet. Ja. Um, maar goed, in de laatste ronde, ze hadden dus heel veel visiegeld geld opgehaald. Ze konden hun waardering niet meer waarmaken. Uh, toen, uh, nou, toen het allemaal misging in Silicon Valley een paar jaar geleden. En toen hebben ze bij mensen geld opgehaald. Dus gewoon bij gebruikers. Dus ik heb nu ook een paar aandeelcertificaten okay. gekocht van Substack. Dus okay. op die manier hebben ze dit proces weten uit te En hoe trekken. hard gaat de groei? Weet je dat, uh, van van Substack sub zelf. Ja, die, ik weet niet de precieze cijfers, maar ze komen elke maand weer met een soort jubelbericht over hoe hard het gaat en alle celebrities die nu daar ook beginnen. Dus er zit heel veel momentum sowieso in Amerika in. Daar is het echt wel een culturele factor. Als je daar op straat tegen iemand zegt: ik heb een Substack, dan zegt hij: Oh, interessant. Terwijl als ik het hier nu buiten ga zeggen, dan zeggen mensen: gaat het goed met je, wat is yeah. dat? <laughs> maar je merkt dat in Nederland begint het nu ook echt. Het uh, heet een Substack. Ja, het heet het. Ja, ja, wat je is je het? Ja, ja, want ik. ik, ik, ik um, weet het? Ja, dan kan je, na, je nadien vragen, maar ik vind het ook wel relevant om het nu te vragen. Ik ben nu met CVD, uh, mede door jou, maar eens gaan rondkijken. Interessant. Mm -hmm. uh, om twee redenen. Eén, ik barst natuurlijk van de content. Ja. Uh, en twee, uh, uh, het feit dat de nieuwsbrief-engine is en dat je e-mailadressen. Ik heb mijn eigen nieuwsbrief, maar die gaat echt over presenteren. Ja. Ik heb niet echt een 7D-nieuwsbrief, maar ik heb wel twee keer in de week een nieuw gesprek. Dus daar kun je nogal wat uithalen. Ja. Wat zou jij doen met, als jij 7D was op Substack? Ik zou van Substack je community-platform maken. Dus de ja. plek waar mensen met elkaar kunnen praten over de uitzending, waar ze jouw tips kunnen sturen, waar ze in ieder geval ook weten dat ze elke keer een seintje krijgen dat er een nieuwe aflevering is. Dus geen Discord. Uh, nee, dus, dus ze hebben wel ze hebben wel een bepaalde chatfuncties, maar het is allemaal wat georganiseerder dan ja. Discord is natuurlijk een free for all. En ja. um, wat ze hebben, het is bijna voor jou gemaakt, want je kan yes. dus je video's daar uploaden. Die worden automatisch naar je YouTube kanaal moet ze uploaden? Ja. Waarom moet ik ze uploaden? Staan er op YouTube? Of nou zit ja, we substek weer de niet fijn? Ja, zij kijk, wat, zij, wat zijn, zij, zitten nu nog in de fase dat het belangrijk is dat, er, dat mensen zoals jij in Nederland daar lid van worden. Dus ja. als jij je video's daar gaat uploaden, gaan ze die enorm rond pushen. Ze zinken hem automatisch voor je, voor je op YouTube, dus we ze zetten hem ook voor je op YouTube. Dit hebben ze ook met Spotify en met podcast. Zij zorgen ervoor dat als jij daar je pod, dat je als je daar je podcast uploadt... dat die op alle platforms gedistribueerd wordt. En dan ben je, dus dan ben je uh, opereer vanuit naar de plek waar jij vervolgens eigenaar wordt van je publiek. Want ik kan me voorstellen. Ik ga me sowieso inschrijven voor die, voor die, voor die substack. En heel veel heel veel mensen met mij. Want dan zit je gewoon in mijn bestaande flow yeah. van nieuwsbrieven. Yeah. En ik kan daar veel makkelijker met jou praten op YouTube comments plaatsen. Voelt toch, voelt toch een beetje alsof ik op een dorpsplein begin te schreeuwen. Terwijl als ik op Substack met jou praat, voelt alsof wij een gesprek hebben. En wanneer gebruik jij het meeste substack? Hoe gebruik je het meeste substack? Door naar je desktop substack omgeving te gaan? In de app of in je mailbox? Nee, in mijn mail, uh, Sorry, in mijn app. Ze hebben een hele goede uh, okay. app. Oké. Okay. En daar, ik heb alle sociale media van mijn telefoon gegooid. Um, of ik heb er zo'n barrière voor gezet. Dat je eerst 30 seconden naar jezelf moet kijken voordat Instagram <laughs> opent. Maar, uh, Intentioneel leven. Ja, precies. <laughs> maar Substack, daar, dat, dat is zo gelinkt aan... Dit is nu nog zo'n fijn platform waar, waar, waar schrijvers en makers centraal staan. staan. Ja. Dus dat ja, dat ik vind de sfeer heel lekker, moet ik je eerlijk zeggen. Mijn eerste ja. indruk. En ik merkte inderdaad dat binnen 24 uur allemaal mensen gingen connecten. Ja. Uh, en subscriben aan 7D. Er stond er nog niet eens iets op. Ja, nou, doe maar. <laughs> dus, dus, dat, dus dat is wel Ja, ik heb nog een hele oude die heette Flipboard of zo heette dat ooit. Oh ja. Maar dat is meer een creator van. Uh, die pakken gewoon bestaande sites. Maar dat, het heeft wel aan de voorkant een beetje overeenkomst. Dat je heel makkelijk op thema en onderwerp en tags. gewoon heel snel je eigen dingetjes kan volgen. Ja. Dus uh, ik ga het zeker uh, onderzoeken. En Jan, tot slot. Uh, ik geef jou de opdracht... om binnen nu en vijf jaar... Uh, weer een nieuw boek te gaan schrijven. Mm -hmm. uh, wat voor soort boek... zou je dan willen gaan schrijven? Poeh, goede vraag. Ik wil sowieso... Uh, morgen beginnen met schrijven. Dit, dit heb, ik, uh, heb ik ooit... Ja, Ryan Holiday tipte dit volgens mij. Op de dag dat je boek uitkomt, moet je achter je bureau zitten... en schrijven aan je volgende boek. Want als het een flop wordt... Ja, boek. Dan ben je boek. Dan is het veel moeilijker om een nieuw boek te beginnen. Dan denk je, ik kan dit helemaal niet, et cetera. En als het een hit wordt, is het nog veel moeilijker om je boek te beginnen. Dan denk je, ja, ik ga nooit meer zo'n goed boek schrijven. Dus je moet al begonnen zijn aan je aan volgende boek uh, als het nieuwe boek uitkomt. En nou, ik probeer dus overal, pro, die vliegwielenblik probeer ik nu op alles toe te passen. Dus ook op mijn werk. Ik heb mm -hmm. voor jonge jaren nu 60, 60 interessante Nederlanders geïnterviewd over de tijd van voor succes. Daar allemaal carrière- en leeflessen uitgehaald. Ik zit te denken, kan ik daar niet bijvoorbeeld voor, voor vroege twintigers die, die, die echt dat in die lessen hebben, die ze vooruit kunnen brengen, kan ik daar niet een soort dagelijkse mentorboek van maken? Dat ik bijvoorbeeld 365 korte lessen uit jonge jaren haal en dat je het boek gewoon op je, op je bureau kan leggen, op je nachtkastje en dat je er elke, keer even in, elke dag weer een nieuwe mentorles uit kunt halen. Dat, ja. dat is een beetje waar ik nu mee, mee speel. Interessant. Nou, misschien komt die er wel. Ja, ik hoop het. Ja. <laughs> je dank voor dit gesprek, Sjaal. Leuk dat het was. Ja, ik vond het superleuk om hier te zijn. En uh, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Ik denk een uh, gesprek waar ja, best wel veel in zit. En waar hopelijk jij wat aan hebt. Uh, is het om wat plannen te maken voor je eigen leven? Of is het om professioneel uh, op het gebied van content en creatie en publicaties... te kijken naar Substack of andere modellen uh, uh, om daar wat mee te doen? In ieder geval hoop ik dat je er wat aan hebt gehad. En is dat zo? We maken elke week twee nieuwe gesprekken. Dus op YouTube, je weet het, hieronder abonneer. En klik op het belletje, dat is ook super tof. En zou ook eens op Substack, <laughs> <kijk het> trouwens, <laughs> want daar zijn we zeg maar Pilotwise en we inmiddels uh, aanwezig. En uiteraard, als je het luisteren bent op je favoriete podcastkanaal, volg ons en laat een review achter wat je ervan vindt. Dat, uh, dat vind ik super interessant om, uh, om te weten wat je van 7D vindt. Voor nu, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Hoi.